Soms wil je ook iets wat niet kan. Super kut. Waar kan je wakker gemaakt voor worden? Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Kushi. En ik heb een hele droge mond. Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Kushi en ik vind het heel erg leuk dat je er vandaag bij bent. Op mijn kanaal deel ik vegan-friendly content en daarbinnen hou ik het heel erg breed. Dus ik deel bijvoorbeeld vegan recepten, maar ik hou me ook bezig met duurzame kleding. En verder deel ik ook nog vlogs. Dus ik deel eigenlijk gewoon hoe mijn leven eruit ziet. En ja, ik denk dat het toch nog net iets meer is dan ik in het begin voor ogen had. Ik had eerst wel echt alleen van oké, ik ga echt focussen op vegan content. Maar dat is ook steeds meer uitgebreid naar vlogs en gewoon een beetje overal mijn leven. Ook wel op vele verzoek. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook alleen maar leuk vind. Dus ja, ik probeer mezelf met het kanaal ook steeds meer te vinden. En ik geniet er tot nu toe heel erg van. Zoals je al aan de titel kunt zien is dit een Q&A, een get to know me. Ik heb nu een jaar dit kanaal en ja, ik denk dat er wel steeds meer nieuwe abonnees ook bij zijn gekomen. Dus het is gewoon leuk om deze, ja, dit soort video één keer in de zoveel tijd te doen. Ook om nieuwe volgers mij dan te leren kennen en ja, gewoon een Q&A te doen eigenlijk. Ik heb via Instagram naar vragen gevraagd. En ja, jullie hebben ook een aantal gesteld. Maar laat ik gewoon eerst een beetje beginnen met iets over mezelf te vertellen. Lijkt bijna een sollicitatie. Maar ik ben dus Kushi. Ik ben 27 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Ik ben hier niet opgegroeid. Ik ben namelijk opgegroeid in een klein dorpje in Friesland. Voor de mensen die mijn kerstvlog hebben gezien. Nou, daar ben ik dus opgegroeid. Echt een heel klein dorpje. Maar ik moet wel zeggen dat ik me in het Westen gewoon veel meer thuis voel. Ik woon nu al best wel lang weer in Amsterdam. En ja, dat bevalt me gewoon heel erg goed. Ik zit nu in een verhuizing. Ik ga morgen verhuizen. En dan zul je net zien. Ik wil nog even in de woonkamer een video opnemen, omdat iedereen uitgaat. Dus hier is het eigenlijk gewoon heel erg vrij. Begeeft één lamp het. Ik werk normaal gesproken met twee grote lampen en nu heb ik dus nog maar eentje. Dus ik hoop dat die het volhoudt, please. Maar ja, dus ik zit nu echt een beetje in between houses en dat maakt het ook wel heel erg druk. Maar ik merk ook wel dat het maken van video's me echt wel gewoon lekker bezighoudt en ik geniet er ook echt van. Volgens mij was dat alles. Mocht je nog vragen hebben, laat het lekker achter in de comments. Maar dan ga ik nu in ieder geval naar de vragen die jullie me hebben gesteld via Instagram. Even kijken. Ik heb hier, wat is jouw guilty pleasure? Dat kan natuurlijk met heel veel dingen te maken hebben. Het kan op het gebied van eten zijn. Maar het kan natuurlijk misschien ook op andere vlakken zijn, zoals muziek. Guilty pleasure qua eten. Ik weet niet of dat heel erg guilty is, maar ik hou echt van pizza. Ik hou van Gu vegan cheesecake. Echt mijn favorite. Ik hou van chocola. Ik hou van koekjes. Ik hou van popcorn, zoet-zout. Heerlijk. En als ik het bijvoorbeeld heb over muziek. Ja, ik hou wel van die foute 90s muziek. Daar ga ik wel heel goed op. En af en toe een Nico Simon nummertje of een Marco Bassato. Ga ik ook wel heel erg lekker op. Bluff. Ook wel. Ja, dat eigenlijk. Waarom heb je besloten om vegan te worden? En wat zijn je hobby's? Dus er zijn 2 in 1. Ik was sowieso al een tijd bezig met geen vlees eten. En een vriendin van mij, zij ging van vegetarisch naar veganistisch. Dus zij had me er sowieso al heel veel dingen over verteld. En ik vond het toen al wel heel interessant. Maar het voelde altijd voor mij altijd wel heel erg extreem. Wat je nu eigenlijk ook altijd hoort. Dat je dan helemaal niks meer kon eten. Nou ja, een paar jaar geleden. Nee, dat zeg ik niet. Ja, een jaar, anderhalf jaar geleden kwamen er een aantal films uit. Waaronder de Game Changers. Waarin een plant-based dieet werd omschreven. Voordelen werden gedeeld. Nu weet ik natuurlijk ook dat het een film is. Dus het kan natuurlijk altijd wel een beetje overdreven worden. Maar in essentie vond ik een vegan lifestyle wel heel erg mooi. Het is eigenlijk vooral geen dieren pijn willen doen. Alleen omdat je eten en drinken wil hebben wat zij produceren. En die hele gedachte daarachter vond ik gewoon heel erg mooi. En uiteindelijk heb je het ook niet nodig. Dus
Ja, dat, ik denk eigenlijk dat. Gewoon de gedachte aan ja, wat een vleesindustrie, wat een melkindustrie is. En dat ik daar gewoon niet aan bij wil dragen. En dat was voor mij gewoon voldoende motivatie om veganistisch te gaan eten. In ieder geval. Ik kan niet zeggen dat ik echt helemaal een veganistische levensstijl heb. Omdat ik, nou, ik ook, koop ook nog wel eens fast fashion. Ik heb ook leren schoenen. En ja, ik kan niet beloven dat ik dat nooit meer zou kopen. Mijn make-up is bijvoorbeeld voornamelijk cruelty free. Maar het is ook niet allemaal vegan. Ik hoop wel dat er steeds meer vegan make-up ook allemaal komt. Zodat het ook een stukje makkelijker wordt. Maar ja, dit is voor mij nu ook nog vaak wel een beetje uitzoeken eigenlijk. Maar ik denk, ja, iedereen heeft zijn eigen manier. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En zo vind ik ook mijn eigen manier. En het wil niet zeggen dat dit nu het eindpunt is. Maar ja, hoe het nu gaat, daar voel ik me wel gewoon heel prettig bij. Oh, en wat zijn mijn hobby's? Vroeger zei ik altijd, dansen is mijn hobby. Nu is het nog steeds een hobby, maar het is ook voor een deel dan werk geworden. Maar qua hobby's, ik hou nu heel erg van lezen. Ik ben me ook wat meer aan het verdiepen in mediteren. Omdat ik echt wat meer ja, bezig wil zijn met mindfulness. En gewoon wat meer aware van situaties. En ik hou van films kijken. Veel Netflixen, maar ook wel veel dingen op YouTube. Ik vind het leuk om eten te koken, maar vooral ook om te eten. Dus ja, dat was het denk ik wel een beetje. Ja, even kijken hoor. Naar de volgende. Waar kan je wakker gemaakt voor worden? Nou, eigenlijk ben ik wel heel erg keen on mijn slaap. Dus eigenlijk kan je me nergens voor wakker maken. Nee, echt nergens. Nee, laat me maar gewoon lekker slapen. En waar zie je jezelf over 10 jaar? Over 10 jaar. Ik vind dat altijd lastig. Want 10 jaar geleden zou ik ook nooit durven denken dat ik nu sta waar ik nu sta. Waar zie je jezelf? Nou, ik denk dat ik nog steeds bezig ben met video's maken. Dat kan zijn op een YouTube kanaal, maar dat kan ook zijn in bijvoorbeeld een eigen bedrijfje. Ik zie mezelf namelijk niet zo snel voor een baas werken. Ik merk dat, ik bedoel, nu heb ik natuurlijk ook wel opdrachtgevers, maar het werkt zo anders dan als je bijvoorbeeld op kantoor bent en echt voor een baas werkt. Ik heb nog steeds wel het idee dat ik heel erg creatief bezig ben en ja, daar ook wel mijn voldoening mee krijg. Ik hoop dat ik over 10 jaar ook wel een aantal kindjes heb. Dat zou ik heel fijn vinden. Een hele leuke partner. Een heel chill huis waar ik niet de hele tijd hoef te denken wanneer ik eruit moet. Dat is ook wel heel erg chill en dat zie ik eigenlijk ook wel voor me. Ja, ik denk nog steeds wel bezig met gewoon hoe je jezelf kan verbeteren. Op welk vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Ik denk dat het echt wel een ongoing process is. Ik denk dat ik dan ook nog steeds wel bezig ben met meditatie. Of in ieder geval mijn rust vinden. Omdat mijn werk best wel hectisch kan zijn. En dan is het heel belangrijk dat je op bepaalde momenten toch even je rust kan pakken. En echt even je momentje kan hebben. Natuurlijk nog heel veel bezig met eten. Veganistisch eten, dat denk ik echt nog wel. Dat eigenlijk, dat is best wel veel. On to the next one. Door wat blijf je zo positief in deze tijden? En wat doe je als je je wat minder voelt? Allereerst wil ik zeggen, ik ben ook niet altijd. Maar ik ben wel altijd positief in de zin van optimistisch. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens een mindere dag. Ja, zeker met de situatie in de wereld op dit moment. Ik heb er best wel veel last van gehad. Ook omdat ik in één klap eigenlijk bijna geen werk meer had. Ik heb nu af en toe dan wel weer een klusje of een casting. En dat vind ik super fijn. Maar ik heb ook heel lang echt helemaal niks gehad. En ja, dat is best wel pittig. Als je gewoon gewend bent om heel erg druk te zijn. De hele tijd bezig te zijn. En dat het dan eigenlijk gewoon in één klap weg is. Natuurlijk hebben heel veel andere mensen het misschien nog wel erger gehad. Naast dat ze misschien geen werk meer hadden. Hebben ze misschien ook familieleden gehad die ziek zijn geweest. Dat heb ik thank God nu nog niet gehad. Even snel afkloppen. Maar daar ben ik wel heel erg blij om. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat doen. Maar ik ben altijd wel een optimistisch persoon. Dus ik probeer er altijd wel het mooiste van te maken. Afgelopen jaar, het was
qua werk was het voor mij ja, echt wel een stuk minder jaar. Of laat ik eerder zeggen qua inkomsten. Want ik zie YouTube nu ook echt als mijn werk en iets wat ik gewoon heel erg leuk vind ook. Maar daardoor, doordat die klussenwereld minder waren, kon ik heel veel tijd stoppen in mijn YouTube kanaal. En merk ik echt wel een verschil tussen de video's in het begin en de video's nu. Dus ergens heeft het me ook heel veel gegeven. Op persoonlijk vlak heeft het me ook heel veel gegeven. Ik ben naar afgelopen jaren gaan kijken. Dingen die toch wel heel erg pijnlijk waren. Heb ik enigszins toch wel een plekje kunnen geven. Daar heb ik echt aan kunnen werken. En daar, ja, daar gewoon aan kunnen werken. Ja, dat was het. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En ik probeer er gewoon altijd het mooiste van te maken. En het mooiste ervan te zien ook. 2020 was niet een kutjaar voor mij. Het was eigenlijk een heel goed jaar. En ik hoop dat jij er ook zo op terug kan kijken. Dat je toch ergens nog de mooie kanten ervan kan zien. En ja, het leven is nou eenmaal met ups en soms hele diepe downs. Maar het komt gewoon altijd goed. Er komt altijd een moment dat je denkt, oh, dat was heel erg kut. Maar kijk waar ik nu sta en kijk wat ik nu doe. Dus ik denk dat die gedachte ook van, ja, dit is maar temporarily. En dit is nu een probleem, maar straks denk ik daar weer heel anders over. Of straks is dat voorbij. En gewoon kijken hoe je een situatie het beste kan benaderen. Kijken hoe je ervan kan leren. Ik denk dat dat ook echt een gamechanger is voor mij geweest. Voor mij is geweest. Dat ik veel eerder dacht aan, oké, maar wat probeert deze situatie mij te leren? In plaats van, oh my god, wat gebeurt er allemaal? En dat heeft mij heel erg geholpen. En dat heeft het ook wel een beetje, ja, dat geeft me ook heel veel rust. Dus ik weet niet of dat jou ook kan helpen in situaties dat er misschien heel veel negativiteit is. Dat je gewoon kan denken, oké, maar wat probeert deze situatie mij te leren? En dat je er daardoor misschien iets objectiever naar kan kijken. En het kan zien als iets van, oké, ik moet hier er even doorheen. Maar het komt ook weer goed. De laatste. Oh ja, wat doe je als je je wat minder voelt? Als ik mij wat minder voel, dan probeer ik te kijken naar, oké, maar wat wil ik nu op dit moment? Waar word ik nu eventjes gelukkig van? Ook al, weet je, ben je down, dus je gaat nooit daar komen. Maar wat zou mij op dit moment heel erg vrolijk maken? En dat is vaak gewoon lekker eten, lekker in bed liggen met een filmpje. Echt even mijn rust pakken. Dat vooral. Ik denk dat als ik me inderdaad minder voel, dat ik dan gewoon even, ja, mijn rust pak. En dat kan natuurlijk op hele andere manieren. Hè? Ik merk dat ik toch wel vaak dan even naar mezelf toe trek. Maar het kan ook zijn dat ik soms denk, oh, ik wil even een vriendin opzoeken. Of ik wil even familie opzoeken. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik luister dan gewoon heel goed naar, oké, maar wat zou ik op dit moment graag willen? En is dat mogelijk? Of in hoeverre is dat mogelijk? Soms wil je ook iets wat niet kan. Super kut. Maar ja, dan moet je gewoon maar het beste ervan maken. En nogmaals die gedachte houden. Dit is maar tijdelijk. Ik ga me snel wel weer beter voelen. Komt echt wel goed. Dat is wat ik denk dan. Ik hoop dat dit je ergens ook heeft geholpen. Ik ga de video voor nu afsluiten. Ik hoop dat je me iets beter hebt leren kennen. En ik ga dit gewoon één keer in de zoveel tijd nog een keertje doen. En mocht je vragen hebben, dan kun je ze altijd stellen via Instagram of gewoon lekker in de comments. Vergeet de video niet te liken. En ben je nog niet geabonneerd? En je hebt de video toch tot hier gekeken? Dan kan je dat net zo goed gaan doen. Als het goed is, zie je een hele grote rode knop. Druk daarop. Druk tegelijk ook eventjes op het bel-icoon. Dan krijg je namelijk elke keer een notificatie als ik een nieuwe video post. En het is helemaal gratis. Dan wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken. Wens ik je nog een hele fijne week. En dan zie ik jullie de volgende keer in mijn nieuwe place. Doei doei!